en al bijna had ik een writersblok, dat betekent dat ik een bloknoot voor ongeschreven zou houden. En waarom ik hierover begin? Een lege ruimte is net zoiets als een onbeschreven bloknoot. Voor redelijke ontplooiing van mij heb ik een grotere ruimte gemaakt. Na wat kortere tijd werd deze goed ingevuld. Omdat ik van tevoren niet weet hoe de ruimte ingevuld zou gaan worden, en daardoor ook niet weet hoeveel ruimte ik van tevoren nodig heb, daarom heb ik alles zo praktisch en goedkoop mogelijk ingericht. Het erbij bouwen en het demonteren van een eventueel teveel bouw ik het liefst modulair. Dat betekent dat losse onderdelen die met de hand worden samengevoegd, samen niet zwaarder worden dan 1000 tot 2000 kilo. Met eenvoudige hulpmiddelen wel te transporteren, maar zonder gereedschappen niet verplaatsbaar. Het is daarom zo in te richten dat het geheel net zo makkelijk goed beschermd kan worden tegen diefstal en brand als een traditioneel gebouw. Omdat het gebouw langer mee kan, is het duurzaam te noemen. Omdat het in de prijs niet duur is, zou ik de term goedkoopzaam aan willen geven. Van het materiaal wat ik gebruikt heb, zowel nieuw als tweedehands, is het tweedehands materiaal soms al ouder dan 50 jaar. Maar het gaat erom hoe het toegepast wordt. Het gaat er in de tussentijd ook om van welke eigenschappen gebruik wordt gemaakt. Doordat de polyester golfplaat voor het merendeel doorzichtig is, voor licht komt er behalve licht ook warmte mee. Doordat het dan daar ook van nature enkele graden warmer is, is het ook altijd droog eronder. Door een condenserende en verdampende werking, daardoor. De opgewarmde en uitgezette lucht gaat voor ventilatie naar koudere omgevingen. Als de lucht wordt aangevuld door koelere lucht waar minder vocht in zit, dat komt door de dampspanning. Bijkomende voordelen zijn dat er ook al wordt er niet gestookt, het toch droog blijft, waardoor schimmel en stank geen kans krijgen. Besparing van brandstof en minder CO2. De gebruikte materialen kunnen altijd hergebruikt worden, ook al omdat ze niet kunnen verroesten of verrotten. Omdat er geen hout gebruikt wordt en het ijzer metaal gegalvaniseerd is en de rest uit koolstof bestaat. In een land dat zo vol is als Nederland valt het niet mee om je eigen plekje te vinden. Zeker niet in een tijd waar onwaarschijnlijke welvaart heerst en de mensen steeds voller komen te zitten met allerlei wel of niet noodzakelijke spullen. In de begintijd, toen de welvaart sterk toenam, kwamen we in het weggooitijdperk terecht. Maar daarvan zijn de mensen tegenwoordig ook al van teruggekomen. Maar daardoor alles maar bewaren is een dilemma van keuzes maken. Het op een hoop gooien om toch maar bereikbaar en vindbaar te maken. Vanwege een lange tijd ruimtegebrek hebbende, was ik toch al geen verzamelaar. Behalve dan de dingen die direct geld kunnen opleveren, zoals ijzer en metaal.